Vitesse verloor afgelopen zaterdag met 1-0 van Willem II. De stemming onder de Arnhemmers in het Gelredome was dus niet al te best. Na afloop van de wedstrijd sprak Jan Willemsen met Arnold Kruiswijk en met trainer Rob Maas. Arnold Kruiswijk, 1-0 nederlaag. Hoe voelt dat? Ja, heel teleurstellend. Ik denk dat niemand het vandaag op gerekend had. Alhoewel Willem II natuurlijk een degelijke tegenstander is en vanuit een goede organisatie voetbalde. Alleen was van onze kant gewoon te weinig. En dan verdien je het ook niet om te winnen, denk ik. Het is niet meer het Vitesse van voor de winterstop, hè? Nee, dat klopt. Laatste thuiswedstrijd Heerenveen was wel anders, denk ik. En was een goede wedstrijd. Alleen dan hoop je dat eigenlijk door te kunnen zetten en het goede gevoel terug te krijgen. Alleen dat is vandaag niet gelukt, nee. Wat gaan jullie eraan doen? Deze week hard trainen. Er zal over gesproken worden natuurlijk, zoals elke week. En goed trainen. Kijk, zeg het maar. Ik heb ook niet zo 1, 2, 3 oplossingen daarvoor. Klopt het dat de automatismes eruit zijn bij Vitesse? Hè? Iedereen vindt elkaar niet. Er wordt af en toe slecht gepaard. Ja, klopt. Ook slordig inderdaad. Ballen die zomaar uitgaan of achter een man. Daar hebben we te veel situaties. Vandaag ook, denk ik. En of het automatisme zijn. Ik ben het absoluut mee eens dat we elkaar moeizamer vinden dan dat we gewend zijn. En dat, dat gaat wel weer terugkomen. Alleen dat moet wel zo snel mogelijk. Het publiek was ontevreden. Fluitconcerten, boelroepen. Wat vind je ervan? Nou ja, daar kan ik wel mee leven. Ik bedoel, we hadden er zelf ook, na de winterstop tot nu toe ook zelf ook veel meer van verwacht. Dus wat dat betreft valt er ons ook tegen. En het is ook begrijpelijk dat het publiek ook tegenvalt. Alleen we hebben nog een serie wedstrijden te gaan en we staan nog steeds de midden tussenin. Alleen elke keer als wij flink kunnen stijgen, dan laten we het liggen. Het lijkt net dat sprongetje om laten we zeggen de 40 punten voorlopig even te halen, is er net niet. Nee, absoluut. En dat kan natuurlijk niet. Die kun je niet blijven laten liggen, want dan zijn andere ploegen die hem pakken. Dus het is nu absoluut zaak om te zorgen dat we een goede eindspunt in kunnen gaan zetten. Nog 9 wedstrijden, maar de volgende wedstrijd wacht weer. Elke wedstrijd is er 1. Kopje schoon en er weer tegenaan. Inderdaad. Rob, 1-0 verliezen. Hoe zuur is dat? Ja, is teleurstellend. Eén moment beslist de wedstrijd. Ik denk dat we het verdedigend onder controle hebben. Weinig kansen creëren. Dat baart me dan wel zorgen. Het blijft vaak bij schietkansen. En dan doet een corner je de das om. Hoe teleurgesteld ben je? Ja, zeer teleurgesteld. Net zoals mijn spelers en ook het publiek. Dat is logisch. En dat komt hard aan. De automatisme, zijn die een beetje weg? Nou, we zijn niet weg. Het is wel wat anders spelen zoals we gewend zijn. En daar zijn we hard aan het werken door de week. En we hopen daarin wat meer vastigheid te krijgen. Het publiek was ontevreden. Is dat terecht vandaag? Het publiek mag ontevreden zijn, ja. Want wij zijn teleurgesteld en het publiek mag ook teleurgesteld zijn, absoluut. Volgende week Roda. Dat betekent dat er keihard getraind moet worden. Kopjes weer leegmaken en op naar de volgende wedstrijd. Ja, maar goed, over het algemeen ben ik ook wel tevreden over de jongens, over de arbeid die ze door de week verrichten. Dus in ieder geval moeten we wel de kopjes leeg, ja, dat wel. Maar het punten halen, dat blijft in gebreken. Het is net het kleine stapje om, laten we zeggen, bij de eerste 4-5 te blijven. Ja, goed. Ik zeg al, we hebben vandaag verloren, maar nog niet alles is verloren. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar, dus volgende week een nieuwe kans.